Hallo allemaal, welkom op een nieuwe video. Mijn naam is Robin Sindelka. Dit is een kanaal waar ik spiritualiteit op een toegankelijke manier bespreek en ook praat over onze zoektocht naar geluk. Als je nieuw bent op dit kanaal, zeker deze video eerst liken en subscriben, dus abonneren hier beneden. Dan zie je altijd nieuwe video's passeren als ik een nieuwe video maak. Vandaag ga ik eigenlijk even gewoon met jullie een gesprekje voeren. Ik heb niks voorbereid. Ik dacht gewoon, ik ga dit gesprek eventjes met jullie aangaan. En het gesprekje gaat over waarom wij eigenlijk onszelf opleggen dat we dingen moeten. En hoe kom ik nu net op dit onderwerp? Zoals jullie zien, mijn haar is nat en ik was net gaan lopen, want dat doe ik wel bijna dagelijks. Tijdens lopen besef ik moet een YouTube-video maken vandaag. Want ik probeer om de 2-3 dagen eentje te maken om die consistentie daar wat in te houden. En ik besef ineens, oh, ik moet nog een YouTube-video maken. Dus ik begin na te denken, oké, waar ga ik een 1 over maken? Welk onderwerp? Maar ik besef dat ik zo helemaal niet aan het nadenken ben over wat wil ik zeggen vandaag. Maar dat ik eigenlijk echt aan het denken was van, ik moet een video maken. Dus ik stel mijn eigen de vraag, waarom moet ik dat? Eigenlijk is dat met alles zo in het leven. Wij leggen onszelf zo ontzettend veel dingen op die we moeten doen. Een vriendin van mij die stuurde mij gisteren een bericht. En ze zegt, Robin, stuur mij eens een motivatievideo door. Stuur mij even een pep talk door. Ik heb morgen een examen, het lukt niet meer. Zeg even gewoon, stuur me even een spraakberichtje, een pep talk, dat ik terug door kan. En ik stuur haar een voicebericht en ik zeg, ik wil gewoon even zeggen dat je helemaal niks moet forceren. Als het niet lukt, dan lukt het niet. En je doet gewoon je best. En je doet gewoon zoveel mogelijk als je kunt. Maar als het niet lukt, dan is het zo. En ik zeg tegen haar, van, kijk, je moet helemaal niks. Laat het gewoon gaan, als het niet hoeft. En ze stuurt mij terug van, amai, dat was nu eens echt de zaligste pep talk die ik ooit echt al lang heb gekregen. Gewoon omdat, door dat te zeggen, haalt je al die druk daar af. En was al die druk weg. En zei ze van, oké, ja, het is inderdaad gewoon zoals het is. En dat is met zoveel dingen zo in het leven. Wij leggen onszelf allemaal moetes op. Allemaal dingen die we moeten. En ik bijvoorbeeld merkte dat ik in een gedachtenpatroon terecht aan het komen was. Van, omdat ik nu mijn YouTube-kanaal ben begonnen. Moet ik zo super gelukkig zijn altijd. Super zo spiritueel. En altijd, ik mag niet meer boos zijn. Want ik moet nu echt zo die happy, spirituele persoon zijn. Wat er dan gebeurt, is dat wij allemaal ons dingen gaan opleggen van buitenaf. Dus constructen, eigenschappen, verplichtingen. Om onszelf een persoon te maken die wij zogezegd moeten zijn. Maar wat gebeurt er als we niet aan die verwachtingen volstaan? Is dat we gewoon onszelf niet meer onszelf voelen. En dat wij ons het gevoel hebben dat we falen, dat we iets niet goed doen. Hoe meer dingen dat we onszelf zeggen dat we moeten doen, hoe minder dat we eigenlijk effectief tevreden gaan zijn met onszelf zoals we zijn. Omdat we onze eigen waarde gaan koppelen aan de dingen dat we onszelf opleggen om te moeten doen. En bijvoorbeeld, ik ben iemand, ik sport heel veel. Maar als ik een dag niet sport, dan ga ik bijvoorbeeld zeggen, ik moet morgen sporten. En als ik dan de dag daarna sport, dan voel ik me fit, dan voel ik me gezond, voel ik me goed. Als ik dat niet doe, dan voel ik me minder goed. Maar dat heeft niks te maken met hoe ik effectief ben. Dat heeft te maken met het feit dat ik zeg dat ik dat moet en dat ik het dus ook doe. En als ik dat doe, dan voel ik me goed, maar anders misschien minder. En dat is met zoveel dingen in het leven. Echt als we erover nadenken. Wij zeggen van onszelf dat we zoveel moeten. En dat is niet alleen wij die dat doen. Dat is heel de maatschappij die verwacht dat we studeren. Die verwacht dat we veel vrienden hebben. Die verwachten dat we gewoon dat we allemaal dingen moeten doen. En van 's ochtends tot 's avonds leven wij in een patroon van dingen die we moeten. Die we moeten doen. We moeten op dat uur opstaan. We moeten ontbijten, we moeten gezond eten. Je moet naar je werk gaan of naar school gaan of je moet studeren. En wij zitten in zo'n routine waar alles moet. En als we die dingen dan doen, dan is dat goed. En dan achteraf kunnen we de dingen doen die we dan willen doen of waar we zin in hebben. Maar we leven gewoon een hele dag in moetes. En vandaar ook, ik was aan het lopen en ik besef, een YouTube-video, ik moet die maken. Maar nadat ik dacht van, nee, eigenlijk, als je er echt over nadenkt, moeten wij helemaal niks. Wij zijn voor de gek gehouden dat wij in een leven zitten waar wij ons aan allerlei regels moeten houden en dingen moeten doen. In essentie zijn wij puur vrij. Eigenlijk, als het er echt op neerkomt, kunnen wij 100% kiezen. Er hangen natuurlijk gevolgen aan onze keuzes, maar wij zijn, in essentie zijn wij vrij. En in essentie kunnen wij elke dag kiezen wat wij willen doen. Je studeert, je doet studies en oké, als jij wilt je studies halen,
dan moet jij inderdaad studeren. Maar het probleem ermee is gewoon dat mensen te hard leven vanuit dat moeten eerst en niet vanuit dat willen. Wij denken niet meer na bij wat wij willen, maar wij denken direct na bij wat wij moeten. En zo verliezen we onszelf in allemaal dingen buiten ons, dingen die we onszelf opleggen, zonder eigenlijk nog te weten wat we effectief willen. En het is zo belangrijk om daar af en toe eens bij stil te staan van wat wil ik nu eigenlijk? Want we zitten zo vast in een routine van moeten en van 's ochtends tot 's avonds, ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen, ik moet dat doen. En je doet dat, want je denkt dat je dat moet. En moeten betekent eigenlijk in onze eigen interpretatie geen andere keuze hebben. Dat is moeten. Maar wij hebben wel een andere keuze. We zouden gewoon echt eens moeten stilstaan bij wat wil ik doen eerst? Wat is iets dat ik wil doen? En iets dat daarbij komt is dat wij in onze samenleving een noodzaak hebben gecreëerd van wij moeten gelukkig zijn. We moeten gelukkig zijn, we moeten succesvol zijn, we moeten allemaal uniek zijn. Nog zoiets, iedereen moet uniek zijn, iedereen moet zo zijn. Essentie hebben, zijn daad in het leven, zijn innerlijke, hoe zeg je dat, innerlijke doel. Iedereen moet dat hebben, iedereen moet een passie hebben, iedereen moet zo dat ding hebben waarvoor je wilt gaan. En er zijn zoveel moetes en dat komt zo hard van buitenaf, dat is niet iets dat van binnen ons komt. Dat is echt zo onze conditionering, van onze opvoeding, van de maatschappij, van school, van onszelf, die dat dan allemaal herhaalt. Van, ik moet gelukkig zijn, ik moet uniek zijn. Ik moet mooi zijn. Ik moet sporten. Ik moet gezond zijn. Dat zijn allemaal dingen die wij zeggen dat wij moeten zijn. Waardoor dat de fun van die activiteit en de fun van dat zijn zelf gewoon weggenomen wordt. Omdat we dat iets is dat we moeten. En dat maakt dat wij zo snel teleurgesteld zijn in onszelf. Vanaf we die dingen niet doen. Dat wij zo snel onszelf ook gaan vergelijken met andere mensen. Wij halen letterlijk onze eigen waarde in ons vergelijken met anderen. Omdat wij vinden dat wij moeten zijn zoals de norm zegt dat wij moeten zijn. En als we dat niet zijn, dan zijn we niet goed, dan zijn we niet onszelf, alleen niet genoeg. En wij vergelijken ons constant aan andere mensen op basis van die moetes. Die grote waarden die van bovenaf op ons gelegd worden. En wij gaan dat internaliseren en zeggen van, ja, ik moet zo zijn, dus ik moet daar naar streven. Maar eigenlijk is dat niet zo. Wij moeten helemaal niks. Het enige dat wij moeten zijn, is onszelf. Van binnen, niet onszelf als in eigenschappen van ons, van zeggen van oké, ik moet daar naar streven en daar en dan daar, want dat, zo ben ik. Maar gewoon vanuit hoe je voelt, gewoon op gevoel leven hoe je bent. En dat is eigenlijk het enige dat we moeten doen. Wij moeten helemaal niks zijn of worden dat van buitenaf op ons gelegd wordt of dat wij zelf zeggen dat we moeten doen. Het enige dat wij moeten doen is gewoon authentiek onszelf zijn. Dat is de enige reden waarom wij in deze aarde zijn, volgens mij. Gewoon om te zijn wie we zijn. En dat is wat ik met deze korte video eigenlijk gewoon even wou meegeven. Omdat ik daar echt bij stil stond van, wij moeten helemaal niks. Wij denken dat wij dat moeten, omdat we onszelf dat opleggen. Maar we worden gewoon ongelukkig door onszelf heel de tijd te vergelijken met wat andere mensen doen. En wat zogezegd moet van buitenaf. Maar dat moet helemaal niet. We moeten helemaal niks. Ik wou dat gewoon even meegeven. Ik moest vandaag helemaal geen video maken. Dat moest niet. Ik heb dat nu wel gedaan. Gewoon om net die boodschap mee te geven. Ik dacht, oké, ik moet vandaag een productieve, echt zo'n goede video maken. Echt zo'n killer video. Maar dat moet helemaal niet. Dat moet absoluut niet. En ik heb nu gewoon eventjes deze boodschap gedeeld als video. En oké, ik heb dus uiteindelijk nu al een YouTube-video gepost. Maar al die dingen die je jezelf oplegt dat je moet doen, dat moet helemaal niet. Denk er eens over na, dat moet niet. En ik wou er gewoon eventjes meegeven. Alles waar jij momenteel mee zit, waarvan je zegt, ik moet dat nog doen, of ik moet dit nog, of ik moet zo zijn, ik moet dit nog nastreven, ik moet uniek zijn, ik moet mijn passie vinden. Nee, dat moet niet. Je mocht dat, dat is leuk, als je daarvoor kiest en je wilt dat, dat is keigoed. Maar dat moet niet, ja? Dit was een heel, misschien een beetje een onnozele video, waar ik niet echt heel, iets heel nuttigs heb gezegd, maar ik wilde gewoon even zeggen dat je niks moet. Wees gewoon wie je bent. Leef gewoon vanuit jezelf, vanuit hoe je je voelt. Zoals ik in mijn vorige video heb gezegd van, nee, datgene daarvoor, van je hebt maar één leven. Doe gewoon wat je wilt. Je moet niks. Doe niet wat je van jezelf vindt dat je moet doen.
Wees gewoon jezelf en doe gewoon wat je gelukkig maakt. En dat is het enige dat je moet doen. Ik ga het hierbij houden, want ik heb verder niet echt veel meer te zeggen, denk ik. En dat is ook oké, want ik moet niet nog van alles gaan verzinnen om mijn YouTube-kanaal fantastisch te maken. Ik wil gewoon even zeggen dat heel deze maatschappij op een manier gewoon helemaal niet, ja, ons niet gelukkig maakt. Door de hele tijd ons wijs te maken dat we dingen moeten. Want in essentie moeten wij niks en in essentie maakt het ook helemaal niet uit wat wij doen. Het enige dat ertoe doet is dat je gelukkig bent, dat je goed voelt bij jezelf, dat je gewoon tevreden bent met wat je al hebt. Niet heel de tijd zeggen van ik moet dat nog doen, want iedereen anders rond mij is zo, dus ik moet ook zo zijn, want dat is niet. Dus geniet gewoon van je dag en doe gewoon wat je wilt doen. En oké, als je echt dingen hebt die uit de weg moeten om zo verder te kunnen, ja, dan doe je die. Maar besef gewoon dat niks moet. Uiteindelijk, als je dingen niet doet, dan is het ook zo. Dus ja, ik ga het hierbij houden. Ik wens jullie allemaal een fantastisch fijne dag. Het was niet zo super diepzinnig of spiritueel vandaag, maar dat is oké. Als jullie nog niet hebben gesubscribed, zeker doen. Dat moet niet, maar dat mag altijd. En ik zie jullie op mijn volgende video. Namaste.